en ik heb een aantal kampioenen hier aan tafel. Ontzettend leuk. Gefeliciteerd met het winnen van het kampioenschap, Teske en Desiree. Hoe voelt dat nou, ongeslagen kampioen? Nou, we zijn ontzettend trots, toch? Ja, het voelt ontzettend goed. We hebben dit jaar voor het eerst competitie gespeeld. Daarvoor hebben we altijd alleen maar getraind met het G-team. En gelijk ons eerste competitiejaar kampioen, dus daar zijn we heel trots op. Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Desiree, je bent hockeycoach. Ja. Wat waren nou enkele van de uitdagingen waarvan je dacht, nou, daar moest dit team dit seizoen wel mee aan de slag? Ja, nou, bovenal is het een hele dankbare taak. Hè, dus het is niet zo dat ik alleen maar met uitdagingen te maken heb, vooral met veel plezier. Lieve, enthousiaste kinderen en dankbare kinderen. Maar er liggen natuurlijk wel wat uitdagingen. Het is een groot leeftijdsverschil. Het is één aangepast team van de hele club. Ze omvatten alle leeftijden. Dus ja, dat is wel een uitdaging. Hè. De ene is wat verder in zijn ontwikkeling dan de ander. En het wisselen was ook wel eens een uitdaging. Hè. Sommige kinderen die wilden zelf heel graag wisselen. Maar sommige kinderen moest je het ook uitleggen van nou, nu jij eventjes. Dat had ook wel eens wat overredingskracht nodig. Ja. Dus daar zat wel wat uitdaging. Ja. Grappig. Hey Teske, kun jij vertellen wat je nou een heel bijzonder moment vond bij die laatste wedstrijd? We hebben goed samengewerkt. Ja, hebben jullie goed samengewerkt? Ben je daar trots op als je daaraan denkt? Ja. Wat ging er een beetje door je heen toen die wedstrijd afgelopen was en jij dacht, we hebben gewoon gewonnen, we zijn kampioen? Best bijzonder, toch? Ja. Ja. Hey, en heb je nu, we gaan een beetje de zomer in, een beetje rust van je hockey? Hebben we volgende week rust? Een beetje. We hebben nog één toernooi. Nog één toernooi. Ja, dus de competitie is klaar. De kampioenswedstrijd was op 3 juni. En volgende week zaterdag hebben we nog één toernooi. Ja, heel erg leuk. Ja. Ik heb begrepen dat er heel veel supporters aanwezig waren bij die wedstrijd. Veel familieleden, vrienden. Ja. Is die steun van iedereen daaromheen ook een beetje belangrijk? Ja, absoluut. Zeker. Want dat is natuurlijk bij reguliere kinderen al. Hè. Ouders kennen hun kinderen het beste. Maar dat is bij deze populatie zeker zo. En we hebben fantastische trainers op de vrijdagavond staan. Het zijn 4 meiden, heel geduldig. Fantastische meiden die dat ontzettend goed doen. Maar het is bij deze doelgroep ook wel heel belangrijk om ouders als support erachter te hebben staan. Hè. Soms is dat medisch ook noodzakelijk. Soms is dat met gedragsuitdagingen handig als ouders toch wel voor de nodige support zorgen. Dus dat is in deze populatie zeker nodig. En dat is een enorme steun geweest. Ja. En die groep hebben we ook. Hè. Het is een ontzettende hechte groep. Ook qua ouders. Iedereen is ontzettend trots dat zijn kind daar lekker bezig is. En in een fijne sfeer met elkaar sport. Dus die sfeer hebben we ook wel degelijk onderling. Ja, dus het is echt wel een hele inclusieve sportomgeving. Ja. Ja. Wat doet dat met die kids? Ik kan natuurlijk niet voor de kids praten. Ik kan namens mijn eigen kind praten of spreken. Die gewoon, ja, kijk, haar zussen gaan en staan, krijgen op een gegeven moment een vrij leven. Hè. Die kunnen hun eigen keuzes maken, gaan hun eigen dingen doen. Zij is altijd gebonden aan papa en mama. En naar de hockey gaan gaat zij ook. Zij pakt haar tas. Ik ga naar de hockey. Ik heb training. Ik heb morgen een wedstrijd. En dat maakt ze gewoon dankbaar, blij. Ik doe mee. Het gevoel van meedoen, denk ik. En wat doet het met jou als moeder? Ook trots natuurlijk. Hè. Het is, we hadden het net over zwemles. Voor onze reguliere kinderen is het een gebaand pad. Ook niet altijd, hè. Ik wil niet daarover bagatelliseren, maar het is wel een gebaand pad. De keuzes liggen eigenlijk voor het oprapen. Als ouders met kinderen waar wat uitdagingen liggen, heb je toch altijd wat meer moeite om de juiste plekken te vinden. En als je kind dan op zijn plek is en met zoveel plezier sport. Wij zijn ook een sportgezin, dus we hoopten ook dat zij lekker ging sporten. Ja, dan ben je natuurlijk alleen maar trots en blij en dankbaar. Ja. Als er nou kijkers zijn die zeggen, goh, ik heb een kind die dit ook wel heel leuk zou vinden. Waar kunnen zij dan meer informatie vinden? Op de website van HC Schiedam. Leonieke Breunis, dat is onze coördinator. Zij is altijd bereid om uitleg te geven over ons team, om je te woord te staan, je vertrouwen te geven. Ik weet ook, misschien moet ik dan bij de wethouder zijn, maar volgens mij zijn er ook sportfondsen in Schiedam. Hè? Dus als het financieel niet altijd mogelijk is om je kind te laten sporten, zijn daar ook mogelijkheden toe, wat ik wel eens begrepen heb. Maar ga vooral naar de website. Nou, hartstikke leuk. Neem contact op. Teske, heel veel succes volgende week met jullie laatste wedstrijd. En dan zien we je na de zomer gewoon nog een keer.